Een hele goede morgen, daar zijn we weer. Het sneeuwt een klein beetje, maar het sneeuwt wel. Het is min 4, maar er is geen wind, dus dat is prima. Vandaag laatste dagje. Wat gaan we doen, Lizzie? Waar gaan we kijken? Monsters. We gaan bij de monsters kijken. Bij de Pixar Show. We gaan naar Stitch, natuurlijk ook een monster. En we gaan nog wat attracties doen. We willen nog naar de Leeuwenkoning. Dus we hebben het super druk vandaag. Maar we hopen dat de planning technisch allemaal goed gaat komen. En dan gaan we het wel zien wat het, of het allemaal lukt. We hopen ook nog op Knorretje. Eentjes. We zien zwanen. En eentjes. Ja, dus we nemen jullie vandaag gewoon gezellig mee. Nog even een blik van deze studio's voordat ze dit gaan verbouwen, tenminste. Als ze hier iets mee gaan doen. Zo, we zijn even geparkhopt. Even denken hoor. Oh ja, mijn broertje Tower of Terror gedaan. Is nog in Webslingers geweest, ook met Manon. En hij is nog een keer in Flight Force geweest. En in de tussentijd ben ik met Lizzie en Manon naar Together geweest. Die had ik vorige week natuurlijk ook gezien. Toen was ik een beetje in de war. Maar ik moet zeggen, zo na de tweede keer vond ik hem echt veel leuker. En kan ik hem veel beter volgen. Dus nu vond ik hem wel echt heel leuk. Gaaf gedaan, choreografie en natuurlijk de live muziek. Ik zat nu aan de linkerkant en ik weet niet, ik had het idee dat het daar een beetje anders eindigde of zo. Dus dat je wat langer de tijd had om dingen in je op te nemen dan wanneer je aan de rechterkant zit. Dus in februari ga ik waarschijnlijk nog wel een keer kijken. En dan geef ik weer een update. Nu wilden we naar de Lion King. Daarvan hadden we geen Mastercard tickets meer, die waren op. Dus dan gaan we straks maar in de gewone rij, maar die is over een uur. Dus daar gaan we straks maar heen, want we gaan nu even, we zijn in ieder geval op zoek naar Eeyore en Piglet. Knorretje. Dus ik ga hun achterna, want zij waren alvast gaan lopen. Ze gaan maar vast, dan kom ik er zo aan. Dus zij lopen nu vlak voor mij ergens. Misschien komen we nog wel een prinses tegen, want ik heb nog veel te weinig prinsessen gezien. Vanavond kijken we ook geen parade. Dus dat is ook wel even gek. Maar ja, in februari mag ik gewoon weer, dus ik heb niks te klagen. Dat doe ik ook niet. Het is vandaag koud. Af en toe valt er een beetje sneeuw. Maar je ziet het ook op mijn rode neus, rode wangetjes. Maar het is verder droog, dus helemaal toppie. Het is nog wel bewolkt, maar de zon doet wel zijn best om een beetje er doorheen te prikken. Dus wie weet wat de middag nog gaat brengen. Tot zometeen. It is time. Now!
Baba. Zijn we weer thuis. Ja, jullie weten het wel. Ook al hoefde ik nu geen trein te redden, te halen. Maar ja, je weet het wel, hè. Dan eind van zo'n dag, dan gebeurt altijd nog van alles. En dan kom je er niet meer aan toe om af te sluiten. Na de Lion King Show zijn we eigenlijk nog wat attracties vooral gaan doen.
Even denken, Lizzie wilde nog graag in Small World, dus dat hebben we gedaan. We hebben ook nog een wafel gehaald. En we zijn nog een keer in de Piraatjes geweest, want daar wilde Lizzie ook nog een keer in. En tot mijn grote verbazing kwamen we daar ineens Niels tegen. Nou ja, dus dat was echt heel leuk, want die had ik daar niet verwacht. Dus dat was echt een verrassing. Dat was echt, ik ken die stem, ik ken dat gezicht. Het is Niels! Dus dat was heel even leuk om Niels toch heel eventjes te zien. Ja, je weet het, die stond bij de bootjes instap, dus dat is altijd hoi en doei. Maar goed, toch even gezien, dus dat was leuk. Daarna zijn we, weet ik eigenlijk niet meer, wat hebben we daarna gedaan? Oh, we zijn denk ik nog even via wat winkeltjes gelopen. En toen zijn we naar de Village gegaan. Daar gingen we een hapje eten. Nee, we gingen eerst we gingen eerst nog shoppen. Want Lizzie mocht nog wat uitkiezen. Ze kreeg sowieso nog een knuffeltje van papa en mama. En ze mocht ook nog een knuffeltje uitzoeken. En ze koos voor Mini Sven en voor Bigfoot Sully. Die vervolgens meegingen natuurlijk naar huis. We gingen eten bij de McDonald's in de Village. En Sully en Sven hebben ook lekker meegegeten met Lizzie. Dus dat was wel heel grappig. En daarna zijn we teruggelopen naar het hotel. En zijn we de auto ingestapt. Hebben we nog één keer gestopt. Denk ik. En daarna heeft mijn broertje naar weer thuis afgezet. En ja, toen was dit tripje weer voorbij. Vloog om, zoals altijd. Het was echt super leuk. Ik vond het heel erg leuk om Disney een keer te zien vanuit de ogen van een klein kind. Ik ben wel eens eerder natuurlijk met Bente geweest en Leonie. Ook toen we nog niet vlochten. Maar zo klein als dat Lizzie is, had ik dat eigenlijk nog niet meegemaakt. Ja, ik vond het echt heel leuk. Die verwondering, die angsten overwinnen. Want voordat we naar Disney gingen, durfden ze echt niet met figuren op de foto. En nu renden ze er acuut op af. En was ze helemaal... En wij hebben echt haar staan aankijken van... Wat heb jij gegeten vanmorgen, zeg maar? Zo super stoer. Mee in Pirates. In de cars ronddraaiautootjes. In de theekopjes. In de Dumbo. Nou echt, het is net zo'n daredevil wat dat betreft als haar vader. En haar opa. Dus ja, echt heel erg leuk. En ik hoop dat zij ook met heel veel plezier op dit tripje terugkijkt. En de rest natuurlijk daar ook op terugkijken. En nu... ga ik alweer bijna half februari in de voorjaarsvakantie. Dan ga ik met mijn ex-collega en vriendin Marcella die kant op. Marcella is voor het laatst geweest, ik geloof toen ze ook nog heel klein was. Dus ik denk dat het weer veel attracties worden. Veel showtjes natuurlijk. Zij is heel groot fan van Winnie de Pooh. Dus ook zij hoopt op Winnie de Pooh en nou ja, vrienden. Ik hoop ook iets meer op een prinses, want die had ik nu natuurlijk niet. Ik heb Belle te weinig gezien eigenlijk voor mijn doen. Maar ja, goed, je kunt niet alles hebben. Ja, en ik ga weer kijken, want ik heb aan Marcella nog niet gevraagd wat ze wil qua vloggen en dingen. Of ze wel in beeld wil, niet in beeld wil, af en toe weet ik veel. Dus dat ga ik nog even doen. En dan gaan jullie het weer zien eind februari in weer, nou ik denk 3 nieuwe vlogs. Want we gaan 3 dagen. Misschien dat ik 2 vlogs samenvoeg. Ik heb nog geen idee. Ik zie wel wat er allemaal gaat gebeuren. En ik vind het heel leuk. Want nu hebben we natuurlijk de drones al gezien. De Sky Parade. Maar vanaf 10 februari begint ook de nieuwe overdagparade met showstop. Dus die ga ik in februari zien. En als ik in mei voor de laatste keer... ga, dan is, als het goed is, de Alice in Wonderland stuntshow er ook. Dus nou ja, dat is even spannend wat dat gaat worden. Want het is nu nog voor 10 februari, dus ik heb nog geen idee wat er gaat gebeuren. Inmiddels zijn wel de eerste decoraties geplant en neergezet. Het Disney Hotel is ook inmiddels open, want ik vlog dit iets later door allerlei omstandigheden dan gelijk dan dat ik thuis kwam. Disneyland Hotel is ook inmiddels open, maar daar mogen we op dit moment van filmen nog niet als niet-slaper naar binnen. Dus nee, dat wachten we ook nog wel even af. Als we kunnen, dan gaan we daar natuurlijk eventjes naar binnen. Gaan we even kijken, filmen, als we niet kunnen.
dan niet. Jullie zien het in de volgende vlogs. Bedankt voor het kijken naar deze vlogs. En tot de volgende keer. Doei!